Welkom op de campus van Kortrijk, die deel uitmaakt van de Universiteit van Gent. Op deze campus worden er drie richtingen vertegenwoordigd: BCM, Biochemie, Chemie, Milieukunde, EM, Elektromechanica en IO, Industrieel Ontwerp. In september 2018 wordt er hier een unieke opleiding gestart: Circulaire Bioprocessen. Circulaire bioprocestechnologie, wat is dat nu precies? Een circulair bioproces, dat begint eigenlijk bij een biologische grondstof. Biologische grondstof wordt dan omgezet door een proces, een fysisch proces, maar ook een biologisch proces kan dat zijn, tot een finaal product. Het finale product kan een levensmiddel zijn, een voedingsstof, maar kan evengoed bio-energie zijn of een hoogwaardige component. Bij gelijk welk proces, dus ook bij een bioproces, wordt er afval geproduceerd. Afval onder de vorm van afval in het enge zin van het woord, dus de afvalstof, een restproduct van de biomassa zelf, maar het kan evengoed afval zijn onder de vorm van afvalwater en emissies naar de lucht. In een circulair proces gaan we zorgen dat afval zoveel mogelijk wordt hergebruikt binnen het proces of toch tenminste een nuttige toepassing krijgt. Een ideaal voorbeeld daarvan is eigenlijk de productie van bier. Bier, waarbij gaan we gaan starten van graan, wordt omgezet via een biologisch proces tot het eindproduct bier. Dat bier wordt dan uiteindelijk gebruikt door de consument. Maar tijdens het proces zelf komen er al heel wat afvalstoffen vrij en daarmee kunnen we gaan proberen om die zoveel mogelijk terug te gaan gebruiken als input voor ons proces. Na verloop van tijd, eenmaal dat het bier geconsumeerd is, wordt dat ook terug in afvalwater op de een of andere manier. Dat afvalwater kan ook eigenlijk terug gezuiverd worden en uit het afvalwater kunnen bijvoorbeeld hoogwaardige componenten gehaald worden om dan te gaan zorgen dat die kunnen gebruikt worden als een bodemverbeterend middel, een meststof, om dan opnieuw graan te gaan produceren. En op die manier maken wij eigenlijk de cirkel rond. Heb je interesse in onze nieuwe opleiding of wens je gewoon meer informatie? Kom dan zeker langs op onze infomomenten.